Iedereen bij weer een nieuwe Shiny Gen Quiz. We hebben Gen 6 gehad, we hebben Gen 7 gehad. Nando heb ik gevraagd voor een rematch. Nando, hoe goed ken je Gen 8? Niet zo best. Ik ken alleen een beetje de main favorites. That's it. Valt deze onder een main favorite? Nee. Jezus Christus. Ja, ik oprecht. Ook die Gigantamax zou ik echt niet weten. Als ik zou moeten kiezen, en dat moet, uiteraard. Ja. Ik dat A de verkeerde is. Anders wordt het wel een hele lange video als je het niet gaat raden. Oké, wat denk je dat verkeerd is aan A? Ik denk dat groene. Er moet net een andere tint zijn. En anders is het B. Nee, je had het goed. Het is A. Maar het was de mond en de handen. Oh, het was toch die tint. Je begint toch gelijk met de moeilijke. Sjuus. Ja, ik kan ze wel makkelijk maken. Maar... Nee, dat hoeft niet. Oké, Inteleon line weet ik ook een beetje. Volgens mij wordt Inteleon de blauwe wat lichter te zijn. Dacht ik. En de Gigantamax weet ik echt niet. Ik denk, A en B kloppen sowieso. Dus ja. Ik ga voor C. Ja. Dan doe je toch iets verkeerd. Kijken wat... het is de paarse, joh. Shush. Ja, ik zei het al, Gen 8 is niet mijn sterkste. Nee, maar Sobble komt een beetje overheen. Dan denk ik, nou ja, Drizzle ook wel een beetje. Ja, toegeven, wat ik heb gedaan met zijn Shiny vind ik beter wat ze hebben gedaan. Want opeens, hier heb je paas. Maar waar komt die paas vandaan? Uit het niets, ja. Moet toch iets bedenken. Ja, nu hebben ze G-Max, hè? Dus ik kan ze alle vier doen. Ja, dat is waar. Maar ik denk dat je dat alleen maar zegt om me in de war te brengen. Want Scorbunny klopt sowieso. Ik denk Cinderace ook wel. En dan zit ik twijfel tussen B en D. Maar volgens mij wordt... Ik weet even niet hoe B heet. Raboot. Echt een van de makkelijkste namen. En toch vergeet ik het altijd. Ja, volgens mij horen die benen, het broek of wat dan ook... Dat hoort niet echt wit te zijn. Dus ik ga voor B. Oké, Raboot lock in. Oké. Ja. Het was de Gigantamax. Wacht. Bij de oren, binnenkant. Echt alleen dat fucking streepje, meen je? Ja. En alleen dat streepje, ja. Ja, ik had het echt niet geweten. Oké. Nou, next. We blijven bij de lijnen met G-Max. Ja, weet je, dat moet maar. Eerlijk, ik denk dat Blipbuk, dat nog steeds dezelfde is. Mm-hmm. Ik ken ook die Shiny niet goed, maat. Ik ga voor antwoord A. Ja? Die lok je in? Ja, die lok ik in. Het was C. Ja. Nou, ik heb het al uitgelegd. Gen 8 ken ik gewoon niet goed. Oké. Nee, maar ik heb in ieder geval één goed, dus ik hou aan dat ene puntje vast. En je hoogste score telt, dus. Ja, dat is waar. Zolang je maar niet lager dan een 4 scoort, dan vind ik alles goed. Nou ja, Wooloo, dat klopt. Milkery kan je bijna niet zien. En dan heb je die fucking eekhoorn. Squovet en Greedent. Ja. Greedent klopt denk ik wel. Dan heb je alleen Milkery en Squovet. Ik denk dat jij niet zou... zo'n bitch zou zijn dat je Milkery zou kiezen. Ik denk dat je voor Squovet bent gegaan, dus ik ga voor Squovet. Dus klok A in. 100%. Oké, en dan denk je een U. Wat denk je aan? Ja, ik denk dat rode, dat klopt niet helemaal. Dat zou net wat andere tint moeten zijn, geloof ik. Oké. Dan heb ik het over de staart. Het was wel Milkery. Het zijn de ogen, verdomme. Oké, nou ja, next. Probeer het record... Tempo een beetje in. Probeer het record van Milan te verbreken. Die had ook maar een video van 5 minuten. Ja, joh. B. De Cramorant klopt en ik weet dat de Pikipek...
picky pick voor mij nou. De rookie die et cetera, dat klopt, denk ik wel. Oké, okay, nou we gaan er rap doorheen, maar het is fout. Ik ga voor die ene punt. Ik hou die ene punt vast. Dit was wel de makkelijkste shiny om te raden, denk ik. Maar... Nou, ik weet het gewoon niet. Shiny Hunt in Gen 8, ja. Ik weet het niet. Ja, nou, kom maar door met de volgende. Eerst de volgende. Oh jee. Ja. 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 Ja, 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 ja. Natte vingerwerk, ik kies B. Ik zou het echt niet weten. Het ziet er allemaal hetzelfde uit. Nou ja, je hebt niet intuïtie niveau van Milan. Nee, nee. Maar ik weet ook niet hoe de ribben ding, of welke hue dat is. Kijk, maar... daar kan ik me gewoon keihard op naaien. Ik weet niet hoeveel ik er nog moet. Ik denk 2 of zo. Nog misschien 3. 1. Oh, na deze nog 2. Oké. Okay. Ja, dit is ook weer zo eentje, ja. Nee, ik ga maar voor antwoord A. Ja, wat zou het dan zijn? Een U iets? Andere kleur? Ik zou het echt niet weten. Het is gewoon mijn intuïtie. Kut. Verkeerde intuïtie. Ja. Ja, het is ook warm, dus dan, ja. dan werkt het niet goed. Geef die maar de schuld. Uiteraard. Ja. Wilde gok B, en dan denk ik dat de bovenkant van, hij heet Appleton, toch? Appleton, ja. Ja, dan heb je dat blaadje, dat is rood en groen, maar volgens mij wordt het allebei groen te zijn. Of voor allebei rood. Nou, je hebt niet de ene punt vast kunnen houden. Hey! Nou ja, toch iets verder gekomen. 2 puntjes. Ja, hier is je laatste. Oké. Okay. Oei, volgens mij 3P en zijn Final Evolutie Dragapult kloppen, denk ik wel. Als ik het zo bekijk. Ja. En dan Eternatus. Ik weet dat hij rood is, maar hoe rood? Is hij zo rood? Ja. Ja, en dan heb je die Midstage. Ja, kop of munt? Kijk, heb ik een munt hier liggen? Wacht, ik kan gewoon googelen. Coin toss. Oké, kop is B. Gooi maar. Nog een keer. En het is... kop. Oké, okay, ik ga voor B. Oké, okay, maar het was D. Nee, het was C. Ja, C. Het was Dragapult. Oké. Okay. De klauwen. Nou ja, 2 puntjes, dat vind ik nog eigenlijk netjes voor Gen 8. Want nou ja, ik ken ze gewoon allemaal niet, joh. Nee, klopt. En net als bij Milan, je hoogste score telt nog steeds. Zoals voornamelijk om te kijken, hey, kan je score nog verhogen? In het geval dat jij misschien een perfecte score kon krijgen. Maar je hebt er 7, dus jij gaat sowieso tegen Milan. Nu is de vraag. Let's go. Gaat Sander mee of gaat Sander niet mee? Beetje afhankelijk van zijn score voor Gen 9. Voor Gen 9? Ik heb medelijden met hem. Succes, Sander. Dus bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Laat eens.